Hi, welkom. Welkom bij Wetboek. Zoals je weet, in deze serie videobesprekingen op Wetboek met jou ga je laten zien waar je de regels kan vinden. Ook ga ik je een aantal voorbeelden geven, zodat je weet waar je erop je moet voorstellen als jij bepaalde regels bekijkt. In deze video gaan we het hebben over huurrecht. Ik ga je laten zien waar je regels kan vinden. Ook ga ik je laten zien waarmee je rekening moet houden als je het hebt over de huurrecht. Dus laten we maar beginnen. Het is belangrijk om te beseffen dat als jij te maken hebt met huurrecht, dat je één ding moet vaststellen. 1. Wie is mijn verhuurder? En ben ik een huurder? En wat huur ik? Dus ik zei één ding. Maar als je het totale plaatje bekijkt, dan is het gewoon één ding. Want aan de hand van dat kan je bepalen wat voor soort huurovereenkomst je hebt. Bijvoorbeeld huur je gewoon een woonruimte, huur je gewoon een pand, een bedrijfsruimte of wat dan ook, of een winkelruimte. Dus het is belangrijk om dat goed te beseffen. Maar in dit geval gaan we het hebben over woonruimte. Dus stel je voor, ik huur een woonruimte en ik heb een verhuurder. Dan worden al die regels opgesteld over huurovereenkomst. Stel je voor, ik huur een woonruimte. De regels over huren van een woonruimte vind ik gewoon in boek 7. En de algemene regels over overeenkomsten vind ik gewoon in boek 6. Het is belangrijk, zoals ik in de meerdere video's heb uitgelegd, dat de burgerlijk wetboek is opgebouwd uit een gelaagd structuur, dus je hebt algemene regels en je hebt bijzondere regels. In dit geval is boek 6, vind je gewoon de algemene regels in boek 6. En de specifieke regels over huurovereenkomst vind je gewoon in boek 7. Dus bij het huren van een woonruimte, al de regels daarvan, laat ik je zo direct waar je zien waar je ze kan vinden. En bedrijfsruimte ook, puur zodat je een beeld weet waarom je een onderscheid moet maken tussen die twee dingen. We gaan even naar Google. We typen gewoon boek 7 BW. Zoals je ziet hier, ik werk vaak met wetten.overheid.nl puur omdat dit handig is en sneller. En je weet zeker dat de wetten op de date zijn. Dit maakt het handig. En de regels over huurovereenkomst vind je gewoon bij, even kijken, bij titel 4. En zoals je hier ziet zijn het algemene bepalingen. En let op, dit zijn bijzondere regels over huurovereenkomst. De algemene regels vind je gewoon in boek 6. Maar zo zie je hier de regels over huurovereenkomst. Dus met andere woorden, wat zijn de verplichtingen van de verhuurder en de huurder, vind je allemaal gewoon hier bij afdeling 2. En als je ziet hoe de titel is opgebouwd, zie je dat gewoon hier afdeling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zei bij het begin dat je onderscheid moet maken tussen bedrijfsruimte en woonruimte. Dit komt puur omdat afdeling 5 gaat over woonruimte, afdeling 6 gaat over bedrijfsruimte. En het is belangrijk om die verschillen te goed te onderscheiden, want hier heb je verschillende regels. Bij woningruimte wordt een huurder vaak goed beschermd, terwijl bij bedrijfsruimte niet echt altijd. Dus het is belangrijk dat je gewoon even die onderscheid gewoon goed ziet. Kijk, soms heb je vragen waarvan je denkt, oké, hoe zit het dat en dan? Soms heb je hebt de huurcommissie. Kijk, op de website van de huurcommissie kan je gewoon antwoorden vinden op veelgestelde vragen. En als je echt niet uitkomt, dan kan je altijd contact met mij opnemen. In deze video heb ik je laten zien waar je de regels kan vinden over huurrecht. Ook heb ik je een aantal voorbeelden gegeven over het huurrecht. Verder heb ik je laten zien waarom je verschil moet maken tussen woonruimte en bedrijfsruimte. Ook heb ik je laten zien waar je antwoorden kan vinden op veelgestelde vragen. Dus op de website van de huurcommissie. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan waarvan je denkt, hey, ik heb hulp hierbij nodig? Neem gerust contact met mij op. Tot in de volgende video.